We zijn vandaag bij ZuidNL, de sportcommunity in Etten-Leur. Vanuit de bond vinden we het belangrijk dat padel en tennis moet voor iedereen bereikbaar zijn, van jong tot oud. En padel willen we dus ook laten zien dat dat voor die oudere doelgroep heel goed, laagdrempelig en sociaal is. De club biedt padel aan omdat er heel veel ouderen heel graag padellen. En waarom padellen ze zo graag? Omdat het heel makkelijk te leren is en je heel snel een heel leuk potje kunt spelen. Padel is een relatief nieuwe sport en je merkt dat de oudere doelgroep deze sport ook aan het ontdekken is. Het is laagdrempelig, dus dat is ook mogelijk. En het leuke is ook dat er groepjes ontstaan. Hè. Je staat met z'n vieren op de baan, dus het is echt ook een meer sociale sport. Ja, mensen uit de zorg, mensen met een handicap of een bepaalde beperking, die kunnen toch nog vrij makkelijk meedoen. Bijvoorbeeld dat het racket wat groter is, het is wat korter. Dus je kunt redelijk makkelijk een bal vrij goed raken. Het is belangrijk dat sport en zorg gaan samenwerken, zodat je ook eigenlijk alle doelgroepen de kans geeft om te gaan sporten. Bij ons zie je dat hè, met padel, dat dat ook echt op lokaal niveau moet plaatsvinden. Dus dat je daar vraag en aanbod aan elkaar koppelt.